Serious Request Update van zaterdag 22 december. Met vandaag een kratte kerstboom. Je kunt klimmen op het Van Heekplein. En we spreken met Milène van Nieuws uit de Natuur. Maar nu eerst gaan we kijken bij het inpakken van de cadeautjes. Ik sta hier met Gerard de Ruiter. Hij is de initiatiefnemer van het huisje hierachter. Wat is dit voor huisje? Het Natuurlijk Huis. Het is een huis. Normaal doen we daar beurzen mee zelf. Dit keer hebben we hem opgezet in het centrum van Enschede voor ondernemers om wat te doen op een goede plek voor het glazen huis. En wat gebeurt hier allemaal? De hele week wordt die ingepakt door te hoften verpakkingen. En morgen en de rest van de week komen ook nog bekende Nederlanders helpen. En dan kun je voor een cadeautje wat je in de binnenstad koopt en dan voor een euro laten inpakken. Dan gaat 100% naar het goede doel. En vandaag hebben we ook een horeca gelegenheid uit Groenlo, Aarts Vivendi. En we hebben Norbus, een tijdschrift staat hier de hele week, ook voor het goede doel 100%. En we hebben nog staan vandaag voor piste voor fietsverlichting voor kinderen voor 5 euro. Dus dan kunnen kinderen straks niet meer zeggen dat ze geen fietsverlichting hebben. Ze hebben nu de kans vandaag om voor 5 euro voor en achterlicht. En dan gaat ook 100% naar het goede doel. En hoeveel hopen jullie op te halen? Ja, dat legt er gewoon aan. Eén bedrag is leuk, maar dat de ondernemer moet gewoon doen wat hij moet doen en het hoeft niet zo wezen van de geld binnen te halen. Het moet ook leuk blijven. Ik bedoel, je kunt waar de gisteren bleek om met strooisout, je kunt er 3 pallets met strooisout neerzetten, maar hun hadden gewoon 100 zakken strooisout en dat was ook genoeg. Dus En hoeveel is het tot nu toe opgehaald? Is er al een tussenstand? Nee, ik heb nog geen tussenstand. Dat doen we op het einde. We hebben wel, wat we wel hebben is van Tyco, die heeft hun kerstpakket laten inpakken. Voor alle werknemers. Totaal, ik dacht 350 mensen in Europa. Dus, en hij heeft de directie nog iets verhoogd naar 500 euro. Dus die sec die staat sowieso al vast, 500 euro. Dus het begin is er. 3FM. Serious request. Let's hear it for the babies. Studenten van studievereniging Content bouwen op het Van Heekplein een heuse krattenkerstboom. We staan hier bij een grote hoop met grolskratten. Kan je uitleggen wat hier gebeurt? Nou, we zijn een krattenkerstboom aan het bouwen van Grols beugelkratjes. Op dit moment staan er zo'n 14.000 kratjes op. Uiteindelijk worden dat zo bijna 17.000 kratjes. Hij weegt dan 30 ton en is bijna 14 meter hoog. En daarmee proberen wij geld in te zamelen voor Serious Request. Krijg je het statiegeld van de kratten? Nee, we krijgen niet het statiegeld. Voorbijgangers kunnen kratjes doneren, 1 kratje voor 50 cent. En voor de rest krijgen we via internet donaties binnen. En we staan nu volgens mij op zo'n 2.500. En we verwachten dat vanavond... Gaat het nog goed? Ja, valt hij om? Er iets in. Ja, daarom de helm ook. En we verwachten vooral vanavond wordt het hier druk op het plein dat er veel mensen kratjes zullen doneren. Daar hopen we vooral op. En wanneer hopen jullie hem af te krijgen? Nou, de bedoeling was eigenlijk vannacht, maar het gaat iets langzamer dan gepland. En ik hoop dat hij nu vanavond af is. En tot wanneer blijft hij staan? Ja, zaterdagochtend is hier een markt. Dus hij moet zaterdagochtend om 4 uur wordt hier de markt opgebouwd en dan moet hij weer afgebroken worden. Dus, En waar gaan de kratten dan naartoe? Terug naar Grols. Hoeveel hopen jullie in totaal af te kunnen leveren bij het glazen huis? We hopen op zo'n 9000 euro. Dan wil ik jullie nog heel veel succes wensen. Ja, hartstikke bedankt. 3FM. Serious request. Let's hear it for the babies. Ik sta hier op het Van Heekplein met Tias en hierachter kun je klimmen voor het goede doel. Kun je uitleggen wat er hier allemaal gebeurt? Ja, de bedoeling is in principe dat mensen die hier langskomen aangesproken worden door de studenten. En dan is het de bedoeling dat ze uiteindelijk... zoveel mogelijk geld ophalen. Het is de bedoeling dat je naar boven gaat. In het midden hangt een bel, dan kun je aanrammelen. En als je boven bent geweest, dan heb je het dus gehaald en dan ga je weer naar beneden. Hoeveel kost het om naar boven te gaan? Het kost 3 euro elke keer. Maar het mag ook veel meer. We hebben gisteren mensen gehad die voor 50 cent naar boven gingen, maar ook voor 10 euro. Dus het is een beetje afhankelijk van hoeveel je er zelf voor wil geven. We staan voor alles open in principe. En is het goed bezocht? Ja, het begint wat meer. Gisteren was een beetje lastig, maar mensen vinden het eigenlijk allemaal wel heel erg spannend. Dus... Ja, het moet nog een beetje komen, denk ik. Ben je zelf ook al naar boven geweest? Ja, 2 keer, maar ik vind het wel een beetje eng hoor. Het is heel... nee, een grapje. Nee, ik ben zelf 2 keer naar boven geklommen. En ja, het is voor ons niet zo heel erg veel, want ik doe het wel vaker, dat soort gekke dingen. Dus het is niet zo zwaar. Maar voor andere mensen die het nog nooit gedaan hebben, is het wel een beetje zwaar.
En hoeveel hoop je in totaal af te kunnen leveren bij het glashuis? We hadden ingezet op 1000 euro. Maar dat moeten we nog maar zien of dat gaat gebeuren. Want we hadden eerst ook tot en met 24 december ingezet. Dat we zo lang mochten staan. En dat werd teruggedraaid tot en met 21 december, tot morgen. Dus ja, we hebben 3 dagen minder. Dus we moeten iets harder werken dan normaal. Dat we gepland hadden. Ik zeg dat het gaat lukken. Ik denk het ook wel. Ik hoop het wel in ieder geval. En anders hebben we gewoon wat anders gedaan. Hè? Nou mensen, je hoort het allemaal naar het Van Heekplein. Even klimmen en red de baby's. 3FM. Serious request. Let's hear it for the babies. Ik sta hier op de Oude Markt met Milène van Nieuws uit de Natuur. En zij heeft net een kunstwerk aangeboden voor de veiling. Kan je daar wat aan over vertellen? Ja. Voor Nieuws uit de Natuur hadden wij een uitzending. Dat is een schooltv-programma voor kinderen van groep 5 en 6. En wij hebben in onze uitzending aandacht besteed aan het verschil tussen Nederland en bijvoorbeeld Malawi, waar kinderen heel weinig kansen hebben. En we hebben laten zien dat in Nederland tijdens, voor en na de geboorte heel veel zorg is. Dus aan kraamzorg, aan bevallingszorg, aan verloskundigen. En dat we daarom hier eigenlijk heel weinig babysterfte hebben, gelukkig. In Nieuws uit de Natuur hebben we kinderen opgeroepen om hun babyfoto op te sturen. En dat hebben we laten verwerken in een kunstwerk. En Henk Fakkeldij die heeft dat kunstwerk gemaakt. Het heet Oehoe Baby Love van de Supremes. En hij heeft daar een heel mooi kunstwerk van gemaakt. En dat wilden wij aanbieden voor op de veilingsite. En hoe ziet dat kunstwerk eruit? Ja, het is heel mooi geworden. Het is eigenlijk een soort venster op de wereld. Het raam is eruit en er ontstaan allerlei bellen, van die bellenblaasbellen. En in die bellen zitten weer foto's verwerkt. En langs het kozijn zie je ook allemaal foto's van alle kinderen die dus hebben meegedaan. Ja, en er zitten heel veel natuurelementen in natuurlijk, hè? Want nieuws uit de natuur. Natuurlijk. En hoeveel kinderen hebben eraan meegewerkt? Nou, een stuk of 50 hebben hun foto's ingestuurd. En voor de rest zijn er heel veel reacties gekomen van kinderen. Sommigen konden hun babyfoto's niet vinden. Je kent wel hoe dat gaat. Ja. En dan was de deadline gesloten. Maar het is wel heel mooi geworden zo. Ja. En hoeveel hoop je daarmee op te halen? Ja, ik hoop natuurlijk 6 miljoen. Maar dat zal wel niet. Maar kijk, Henk Fakkeldij is een kunstenaar die heeft een serie werken hangen in het Stedelijk Museum. Dat is niet de eerste de beste, dus het is wel eigenlijk de kans voor jou eigenlijk om een echte Henk Fakkeldij aan de muur te krijgen. Dat is wat het is. Ja. Want je kunt nu bieden op een kunstwerk. Er is al een bod binnen. En volgens mij is... Hoeveel is dat? Nou, nu nog maar 60 euro. Dus ja, je kunt gewoon lekker gaan bieden. Want voor 60 euro een echte Henk Fakkeldij op dit formaat. Ja, ik wou dat ik het had. Nou mensen, je hoort het. Bieden. Bieden. Voor het goede doel. 3FM. Serious request. Let's hear it for the babies. Bedankt voor het kijken naar de Serious Request Update van zaterdag 22 december. Kijk voor meer informatie op www.tvnschedefm.nl. En dan zeg ik nu... Tada! 3FM. Serious request. Let's hear it for the babies.